Wauw. Muchas gracias. En Stien, laten we even naar zijn toe lopen, want je hebt een top meegenomen. Ja. In eerste instantie wilde ik eigenlijk vragen, we kunnen allemaal wel eens een keer meeklappen met Spaanse ritmes in een café-restaurant enzovoort, en ook meestampen. Hoe zit het precies met het ritme vooral ook? Nou, dat kunnen we volgens mij het beste gewoon demonstreren. We kunnen een kompas, hè, podemos sacar un compás de como una muestra de cómo funciona un compás de Soledad Polvorilla, lo que acabas de bailar. Hij leidt het geheel, hè, als we met z'n drieën zijn, hè? Tú eres el que... Maar laat me eens uitleggen hoe het werkt. ¿Cómo funciona? Los pies. Bueno, dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? Yeah. Pero, por ejemplo, para marcar... Gaat in 12, dus. Het gaat dus in 12, ja, hè? Het is 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En nou nog even snel het klappen. Nou, ja. Tussen elkaar door, hoe gaat dat? Podéis hacer como una pequeña demostración de cómo... Funciona las palmas, sí. El tiempo y contratiempo. ¿Más lento? Sí. Dale. Ze zitten eigenlijk ook tussen elkaar in, ja, om het dat, zo maar. Ja, dat is dus de contratiempo. Ja. En dan heb je ook nog wat zij doen. Je kan zo klappen, hè? Dat is de... ¿Cómo se llama? La palma clara, ¿no? Palma abierta, ah, ja. Abierta y la sorda. Y la sorda. Sí. Dus als, het, okay. Als de zang zachter en rustiger gaat, dan ga je niet dit doen. Nee, dan ga je... Sorda. Eso son sorda. Ja. Okay. Sordita.